Het ontwikkelen van smart buildings wordt steeds meer van ons verwacht. Naast het feit dat het voor de eindgebruiker van het pand een stuk makkelijker wordt gemaakt, werkt het ook mee aan de verbetering van het milieu. Wist je bijvoorbeeld dat het beheren van je pand op afstand veel kilometers en de CO2-uitstoot bespaart? We zijn langsgegaan bij Opener om hier meer over te weten. Een digitale met touchscreen bedienende intercom werkt daadwerkelijk zoals het woord het al zegt, via een touchscreen. Je drukt daadwerkelijk het knopje in op het touchscreen zelf, maakt via een app verbinding met een binnenpost. Digitaal kan daar via een dashboard een digitale sleutel voor worden aangemaakt voor werknemers, voor bezoekers, maar ook voor schoonmakers of voor aannemers. En dit draagt bij aan het verbeteren van het milieu en is ook een stukje duurzamer, omdat aannemers niet meer kilometers lang aan kabels hoeven te trekken bij het verbouwingsstukje. Daarnaast heeft het heel erg veel kostenbesparing, omdat daar juist geen aannemers meer aan te pas hoeft te komen. Geen voorrijkosten, dus geen CO2-uitstoot en daardoor ook niet extra kosten voor de beheerder. Een fysieke sleutel die bijgemaakt kan worden is niet zo veilig ten opzichte van een virtuele sleutel, omdat een fysieke sleutel niet gebonden is aan een persoon. Een virtuele sleutel is dat wel. Dat betekent als ik een virtuele sleutel heb en ik ben hem dan kwijt, dan kan ik hem stopzetten, kan diegene die hem verloren heeft ook niet naar binnen. Bij een fysieke sleutel is dat anders, je verliest hem. Iemand anders vindt hem en die kan dan gewoon in de desbetreffende woning of gebouw binnenkomen. De voordelen van een draadloze intercom ten opzichte van een bedraad intercom is als volgt. In een draadloze intercom hang je op, je logt in en je hebt dan gelijk verbinding met de persoon met wie je contact hebt. Daarnaast is het ook een heel flexibel systeem om mensen toegang te verlenen door middel van die app. Die kun je persoonlijk instellen en je bent dan heel flexibel om mensen toegang te verlenen. Maakt niet uit waar je bent, je hebt dan alle tijden contact met de persoon die voor het gebouw of appartement staat.